Universiteit van Nederland. Heb je het idee dat je succes kan afdwingen? Ja, ik denk als je gewoon je best doet, dat het af en toe wel kan afdwingen. Ja. Ik denk als je geluk hebt om genoeg kansen te krijgen wel, maar dat geldt denk ik niet voor iedereen. Dus tot op zekere hoogte. Ja, dat vind ik wel. Dat je zelf wel heel hard je best moet doen om als je dat wil bereiken. Maar is dat ook echt zo? Nee, je kan succes niet afdwingen. Sorry. Dit is Thijs Bol, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe we in Nederland kijken naar succes. Is dat je eigen verdiensten? Ja, of is het geluk of pech als je het niet hebt? Hoe hij dat onderzoekt? Hij laat niets vermoedende proefpersonen op Lowlands denken dat ze succesvol zijn. 3, 2, 1, stap maar! Daarover straks meer. Maar eerst, waarom zou je succes onderzoeken op Lowlands? Lowlands! Ja, eigenlijk 2 redenen. Eerste reden is dat op Lowlands mensen zin hebben in bijna alles, dus ook een onderzoek doen. En het is vaak best moeilijk om deelnemers te krijgen voor je onderzoek. Maar de tweede reden is eigenlijk belangrijker. En dat is namelijk dat we in Nederland zien dat jongeren in toenemende mate te maken met prestatiedruk. Ik heb heel erg last van prestatiedruk. Ik wil altijd heel hard mijn best doen. Ik doe geneeskunde en dat is wel een studie waarbij je elke dag bezig bent met evalueren eigenlijk wat je doet. Dus op die manier voel je wel een soort van druk om je goed te doen. Ik kan wel stressvol zijn als ik dingen wil laten lukken. We zien dat als het gaat om prestatiedruk, stress om te presteren, heel erg bezig zijn met succesvol zijn in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, veel geld verdienen, dat onder jongeren heel erg leeft. Veel meer dan bij oudere generaties en dat heeft ook gevolgen voor hun mentale gezondheid. Mensen die vlak voor de oorlog geboren zijn, van die groep zegt ongeveer 50% dat succes komt door hard werk en talent. Maar van mijn generatie en jonger is dat al opgelopen tot 75%. Dus dat idee dat succes en falen vooral door jezelf komt, leeft bij jongeren veel sterker. De reden dat het ook belangrijk is om het hierover te hebben met elkaar, is dat op het moment dat mensen denken dat succes hun eigen keuze is, dan is falen ook je eigen verantwoordelijkheid. Terwijl we weten uit onderzoek dat succes maar heel beperkt maakbaar is. Dat je gewoon heel veel geluk moet hebben in het leven om uiteindelijk succes te krijgen. Thijs, een doel? Mijn doel met dit onderzoek is de meest succesvolle wetenschapper ooit te worden. Nee, mijn doel met dit onderzoek is dat we meer leren over hoe ze hun eigen succes en falen zien. En daarmee hopelijk ook iets meer te weten komen over hoe het hun mentale gezondheid beïnvloedt. En om dat te onderzoeken, bouwde Thijs samen met zijn team een glazen cabine waarin proefpersonen de opdracht krijgen om zo snel mogelijk een puzzel op te lossen. En in die glazen cabine moeten mensen binnen 1 minuut 5 gekleurde knoppen in de juiste volgorde indrukken. Het gebeurt onder hoge druk, er staat iemand tegen ze te schreeuwen. En go! Er staat publiek omheen. Ja, ja. Er is een rookmachine, er is opgefokte muziek. Het doel is, ze moeten presteren. Ik gebruik hier 1 vinger. Dat houdt het overzichtelijk, maar dat houdt het tempo ook laag. En die mensen die in die cabine staan, die hebben het gevoel dat ze invloed hebben. Want ze klikken een code in en dan gaan er bepaalde lampjes branden. En dan gaan ze het nog een keer doen en nog een keer. En op een gegeven moment gaat er een alarm af en een euforisch muziekje. Ja! Dan hebben ze gewonnen. Of het lukt niet, dan hoor je een toeter en dan ben je af na 1 minuut. Wat de proefpersonen alleen niet weten, is dat ze 0 invloed hebben op de uitslag. Het idee is dat mensen in die cabine heel erg het gevoel krijgen dat het oplossen van de puzzel echt komt door hun eigen inzet. Dat vertellen we ze ook, daar wordt alles op aangestuurd, maar dat is niet zo. Vooraf is eigenlijk al bepaald of je gaat winnen of verliezen. Hoe ging de puzzel? Ja, ging wel goed, vond ik. Had je een bepaalde tactiek? Zoveel mogelijk opties proberen. Nou, ik dacht eerst, ik ga ze gewoon even allemaal af en kijken wat ze doen. Ik had van tevoren dacht ik, oh, het zal wel zo werken dat als je een kleurtje indoet en hij klopt, dan blijft hij staan en anders gaat alles weg. Maar dat was niet zo. En dit soort zelfanalyses achteraf, daar is Thijs vooral benieuwd naar. Maar ook naar wat de deelnemers van tevoren zeggen over zichzelf. Naast dat succes en falen brengen we ook andere dingen in kaart, namelijk het zelfvertrouwen van jongeren, hun mentale gezondheid, de sociaal-economische positie die ze innemen. En dat is heel erg interessant, omdat we dan ook meer te weten komen of de mate waarin jongeren succes en falen aan zichzelf toeschrijven ook varieert tussen sociaal-economische groepen. Tussen mensen die zich identificeren als man en vrouw. Tussen mensen met veel zelfvertrouwen, weinig zelfvertrouwen. Want dat er verschillen zijn, dat is duidelijk. Zo weet Thijs al best veel over mensen uit verschillende sociaal-economische klassen en hoe zij naar hun eigen succes kijken. Wat we weten is dat mensen over het algemeen vrij veel toeschrijven aan hun eigen verdiensten. Dus mensen die geboren zijn in een gezin waar heel veel geld is, die heel veel mogelijkheden hebben gekregen, heel veel kansen hebben gekregen,
Ja, die zeggen toch heel vaak van ja, natuurlijk heb ik ook wel wat voordelen gehad. Maar ik heb ook wel echt heel hard gewerkt. Ik heb ook wel heel erg goed mijn best gedaan. Ik heb ook wel hele goede talenten. En de keerzijde is dat mensen die in een minder goede sociaal-economische positie opgegroeid zijn, die schrijven ook heel vaak het falen aan zichzelf toe. Misschien had ik toch wat harder moeten werken. Had ik toch nog wat meer me in moeten duwen en het toch beter mijn best moeten doen. Terwijl we eigenlijk weten dat de mate waarin je invloed hebt op je eigen succes is heel erg beperkt. Wat namelijk een grote rol speelt, is het totaal oncontroleerbare element geluk. Dit wil iedereen altijd weten als ik hierover vertel. Van ja, hoe groot is nou die geluk? Als je het in procenten kan uitdrukken. Hoeveel procent is nou geluk? En hoeveel procent is nou mijn eigen verdiensten? En het lullige antwoord erop is, dat weten we niet. We weten niet hoe die verhouding precies ligt. Maar wat we wel weten uit onderzoek is dat die rol van geluk en willekeur eigenlijk best wel groot is. Er is recent best veel onderzoek gedaan waarin ze keken naar hoe uitkomsten van mensen, bijvoorbeeld wat voor baan hebben ze, hoeveel geld verdienen ze, wat voor opleiding hebben ze gehad. Hoe goed kunnen we dat nou voorspellen als die mensen 35 zijn op basis van kenmerken van toen ze 8, 9, 10 waren. Bijvoorbeeld toetscores, hoe goed deden ze het op school. Wat voor werk hadden je ouders, wat is je IQ, allemaal van dat soort dingen. En dat gaan ze dan allemaal en gooien ze al die dingen erin. Dan kijken ze hoe goed kunnen we nou voorspellen wie waar terecht komt. En dat valt dan heel erg tegen. Dat is dan ongeveer 25-40% kunnen we daarmee verklaren. En dat betekent dus dat het overgrote gedeelte, ja, begrijpen we eigenlijk niet echt goed wat daar gebeurd is. En een van de belangrijke ideeën is, ja, dat komt misschien wel gewoon door willekeur, door toevallige gebeurtenissen die bij sommige mensen wel gebeurd zijn en bij anderen niet. Oké, dus 25-40% van het succes van mensen kunnen we enigszins voorspellen. En het zou dus zomaar kunnen dat 60-75% van je succes, je prestaties, door geluk komt. Thijs maakt daarbij onderscheid tussen twee vormen van geluk. Je hebt een soort structureel geluk, dat is het gezin waarin je geboren wordt. Wat we eigenlijk in de sociologie de geboorteloterij noemen. Iedereen voordat je geboren wordt krijg je een lot. En dan word je in een gezin geboren, daar heb je geen invloed op. Maar het is heel bepalend voor wat er met de rest van je leven gebeurt. En dat is een soort van onuitputtelijke bron van geluk die je het hele leven lang allerlei voordelen biedt. Dus ik ben wetenschapper geworden aan de Universiteit van Amsterdam. Wat als ik niet in Nederland was geboren? Wat als ik niet was geboren in het gezin waar ik was geboren? Dat zijn allemaal dingen waar ik helemaal geen invloed op heb gehad. Maar die natuurlijk extreem bepalend zijn voor waar ik terecht ben gekomen. Want met exact dezelfde talenten, met exact dezelfde manier waarop ik dingen doe, ja, was ik op andere plekken misschien wel helemaal niet hier terecht gekomen. Ik denk dat mensen dat vaak vergeten en vaak onderschatten hoe bepalend dat is. Maar je hebt ook situationeel geluk. En dat is eigenlijk meer de uitkomst van toevallige gebeurtenissen. Dus in mijn geval, ik ben ooit de wetenschap ingerold omdat ik koffie in stond te schenken in een kantine van de universiteit. En er was een docent nodig en toen vroeg ze mij, kan jij toevallig die werkgroep geven? Want die begon over een week. En ik stond de koffie in te schenken en zei, ja, ik denk het wel. In die situatie was ik toevallig, had ik geluk. En we kunnen allemaal denk ik in ons leven dat soort momenten herinneren. En daar ben ik heel geïnteresseerd in het verschil tussen situationeel geluk en structureel geluk. Want we weten best wel over structureel geluk, hè? Het gezin waarin je geboren wordt, hoe dat allerlei verschillende kansen biedt. Maar over het situationeel geluk weten we eigenlijk nog heel weinig. En om meer te leren over dat situationele, of eigenlijk toevallige geluk, bouwde Thijs dus die glazen cabine. Zo kan hij willekeurig mensen geluk of pech geven. Terwijl ze denken dat ze het zelf in de hand hebben. Wat zijn zijn eerste observaties? Mijn eerste indruk en na één dag, sommige mensen gaan echt met een soort strategie naar binnen. Die gaan die knoppen op een bepaalde volgorde indrukken. Andere mensen komen binnen, zijn een beetje verbaasd, beginnen langzaam. Maar wat bijna iedereen doet, is na een half minuut slaat de stress toe. En dan gaan ze gewoon doelloos op al die knoppen klikken in heel veel volgorde. Dan denken ze, oh, nu moet het gebeuren. Zo halverwege, toen het publiek begon te joelen en zo, toen dacht ik, zal het nog lukken, zal het niet lukken. Guus, er zit meer in je kop de laatste 10 seconden. Die timer ook, die afloopt in je gezicht. Op een gegeven moment word je ook een beetje wanhopig, dat je denkt van, oh nee, die tijd gaat eraf. Dus dan ga je al helemaal random knopje indrukken op de aftel na te denken. Mensen die dan winnen, wat eigenlijk puur toeval is, die zeggen dan, ja, ik had ook wel bedacht dat ik deze strategie zou volgen. En ik heb het op het ritme van de muziek meegedaan. Je gaat allerlei redenen bedenken waarom zij wel succesvol zijn geweest met een spel waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Ja, vlugge vingers denk ik. Dat je gewoon snel de knopjes indrukt. Weet je, de knoppen lichten ook af en toe op. Denk, nou, misschien moet je dat aanhouden. Zo snel mogelijk heel veel combinaties proberen. En dan zitten wij zo, oh ja, wat goed. Terwijl wij begrijpen het zelf ook helemaal niet. Slaat nergens op. En bij de mensen die falen, merk je ook, ze houden zich wel groot. Ze zijn echt een beetje teleurgesteld ook. Van ja, het is toch wel gehoopt. Die staat toch een beetje voor lul ook. Maar die zeggen dan, ja, ik weet niet precies wat er mis ging. Ik heb wel wat geprobeerd, maar het werkte ook niet helemaal. Ik had er gewoon graag op het scorebord willen staan. Ik ben wel een beetje competitief, dus ik had het wel beter verwacht. Ja, moet even werken nog, denk ik. Ik vind dat ik pech had, maar
de mensen van buiten kunnen misschien dan wel denken van oeh, hij is niet zo slim. En Thijs combineert deze zelfanalyse over hoe ze nu naar hun prestatie kijken met hoe ze naar succes kijken in het algemeen. En op die manier kunnen we kijken of mensen die door toeval in het experiment succesvol zijn geweest of die anders aankijken tegen hoe succes ontstaat. De reden dat het ook belangrijk is om het hierover te hebben met elkaar is dat als succes maakbaar is en jij kiest er zelf voor om succesvol te zijn of niet, ja, als je dan gefaald hebt, betekent het dat je die keuzes niet gemaakt hebt, dat je harder had moeten werken, andere dingen had moeten doen. Dat betekent dat er een groep van gefaalden is die het gevoel hebben dat zij allerlei dingen verkeerd hebben gedaan, terwijl ze misschien wel gewoon pech gehad hebben. Inmiddels is het een paar weken na Lowlands. We videobellen met Thijs. Hallo. Hij heeft al iets interessants gevonden. De mensen die zogenaamd wonnen, denken vaker dat het aan hen zelf lag. Mensen die gewonnen hebben, dat die veel vaker zeggen dat ze een tactisch plan hadden, dat ze begonnen met een bepaald plan. En eigenlijk kan dat verschil alleen maar komen doordat ze gewonnen of verloren hebben. Want dat was puur willekeurig. We gaven willekeurig mensen of winst of verlies. En dus verschillen die mensen ook alleen maar daarop. De rest van de data moet Thijs nog beter bestuderen. Hij is namelijk ook nog benieuwd naar de invloed van heel veel andere factoren. Bijvoorbeeld, op welk tijdstip van de dag heeft iemand meegedaan? Dat maakt best wel uit op een festival als Lowlands. Want gedurende de dag merkten we dat mensen steeds vaker onder invloed waren in die cabine. En gender, daar hebben we ook nog niet naar gekeken. Ik denk wel dat dat belangrijk zou kunnen zijn. Dat weten we echt nog niet. Maar wij hebben natuurlijk ook 3 dagen rondgelopen in die zeecontainer met die mensen om ons heen. Anekdotisch hadden we wel het gevoel dat mannen vaker naar buiten kwamen met het idee van ja, ik heb het opgelost omdat ik met een plan naar binnen kwam. En dat het bij vrouwen wat minder was. En hoe reageerden de proefpersonen toen ze hoorden wat er daadwerkelijk onderzocht werd? Daar hebben we echt een aantal hele leuke mails op teruggekregen van mensen die, mensen die het ook heel grappig vonden. Ook een aantal mensen die heel blij waren. Die zeiden van ja, ik heb het hele weekend heb ik van mijn vrienden gehoord dat ik de enige was die dit niet kon. Het is voor mij echt een opluchting dat dit nu aan de hand blijkt te zijn. En dat is natuurlijk grappig in de context van Lowlands. Maar als jij mij dan vraagt, wat nemen mensen hieruit mee? Ja, een beetje reflecteren op hun eigen succes. En misschien niet denken dat alles komt omdat je een eigen plan hebt of omdat je zelf heel veel hebt gedaan. Speelt natuurlijk ook een rol. Je moet wel degelijk op die knop klikken in de cabine. Maar dan heb je ook een beetje geluk nodig. Dankjewel, Thijs. Jullie bedankt. Tot de volgende. Doeg.